Ik ben Yvonne Sengers. Ik ben HR-manager bij GasUnie in Groningen. Dat ben ik sinds een jaar. En voordat ik GasUnie kwam versterken, ben ik HR-directeur geweest bij Allianz, de verzekeraar in Rotterdam. GasUnie staat voor behoorlijk wat uitdagingen. Er gebeurt veel in de wereld om ons heen. We zien dat gas in een taboesfeer raakt. Dat betekent dat wij daar ook mee te maken krijgen. In het noorden des lands zijn er behoorlijk wat aardbevingen geweest. Wij denken met de overheid mee in maatregelen om dat te verminderen. Dat betekent onder andere dat wij minder gas zullen transporteren. Maar dat we andere manieren van energie zullen gaan opwekken. We willen daar ook een belangrijke rol in spelen. We zijn met elkaar in gesprek over hoe we daar kunnen komen. Ook met ons medewerkersbestand van 1700 medewerkers. Veel mensen die hard werken aan gastransport en die voor een deel zullen moeten omscholen naar andere mogelijkheden van transporteren of misschien wel andere bronnen van energie. Het helpen, daarbij nadenken, zorgen dat mensen flexibeler worden, openstaan voor verandering, dat is best wel een beweging. En daar sta ik met mijn team van 6 adviseurs behoorlijk voor opgeleid. De masterclass is nu een maand of 2 geleden. Ik heb hem zelf gedaan, ook bij jullie in de periode dat ik bij Allianz werkte. Ik heb dat destijds ervaren als een heel praktische masterclass die je dagelijks kon toepassen. En toen ik bij GasUnie kwam en mijn team aantrof, besloot ik dat het voor hen ook een hele goede zou zijn om daaraan deel te nemen. Dus dat hebben we 2 maanden geleden gedaan, samen met jullie. Wat ik heb gezien is dat er een verandering plaatsvindt in mijn team. Om strategischer te gaan denken, om makkelijker om te gaan met de veranderingen die zij tegenkomen, de lijn daar heel goed bij kunnen faciliteren en zelfverzekerder in hun job staan. Dus dat is heel erg leuk om te zien. Mijn team is volwassener geworden, is beter in staat om zich te verplaatsen in de medewerkers waar ze mee te maken krijgen. En om hen ook te helpen bij het in de spiegel kijken en aan hun eigen gedragsverandering te werken. Dat is een cultuurding, hè? Dus dat duurt lang, dat doe je niet van vandaag op morgen. Maar wij zien, door het elke dag toe te passen, dat ze daar al schavend stappen verder in komen. En dat is een echt mooi resultaat van de masterclass. Ik zou zeggen, hou de masterclass lekker praktisch zoals hij nu is. De korte, bondige klappen die er gemaakt worden. Echt oefenen met de theoretische materie die aangereikt wordt. Is voor mij echt een hele belangrijke. Daarvan zou ik zeggen, hou dat ook vast. Een goede tip zou zijn, en we gaan dat ook met elkaar proberen. Is om ook eens een aantal mensen uit de lijn te laten aansluiten. Om met elkaar te kijken van, nou, wat verwacht je nou van een adviesteam. En hoe kun je die slag naar strategische businesspartner ook maken.